Op 26 september 2015 was het Burendag. Het jaarlijkse terugkerend feest dat je samen viert met je buren en de buurt op initiatief van het Oranje Fonds. Van het maken van kunstwerken tot de plaatsing van houten banken en van buurtmoestuintjes tot het organiseren van straatspeeldagen of een buurtbarbecue. Burendag bevordert contacten en legt verbinding tussen groepen mensen in wijken en buurten. Ook in Tiel en de dorpen waren er verschillende activiteiten. We gingen langs bij een groot aantal projecten. Met hulp van Ronde Tafel Tiel kreeg de speeltuin aan de Meeslaan in Tiel-Oost een flinke opknapbeurt. Buurtbewoners waren van harte welkom om mee te helpen. Voor kinderen was er van alles te doen. Het is een lang verhaal. In 2013 hebben we al een keer geprobeerd om het speeltuintje en park op te knappen. En dat is toen niet doorgegaan. En toen heb ik in begin 2015 naar de gemeente gereageerd over adoptie van de rotondes. Of dat ook niet zo kon voor het parkje en de speeltuin. En toen ben ik teruggebeld door de Ellie van Schaik, die is nu ook wijkregisseur. En toen is het balletje gaan rollen, want ik wilde voor het aanzicht een omheining. En toen kwam er iemand bij, Diane Bouwhuis, die wilde voor een speeltuintje dat veiliger werd. En toen kregen we de toezegging van de gemeente van jullie kunnen een omheining krijgen. Maar dan willen we wel dat jullie meer actief uit de buurt, dat jullie dat voor elkaar krijgen. In het begin ging dat heel langzaam. Ja. En we hebben nu ook nog geflyerd voor Burendag echt. En nou op het eind dan begint het ineens te lopen qua aandacht uit de buurt dan. Maar het geluk voor ons is wel geweest dat er de Ronde Tafel contact met ons opnam. Dat die mee wilde helpen voor Burendag. Dus dan hadden we in ieder geval de handen voor de dag al voor elkaar. En we hebben ook bij andere ondernemers hulp gevraagd en we hebben de springkussen gekregen omdat we hadden geklaagd over het reclamebord wat niet wegging. En zo komen er aan alle kanten vanzelf heel veel bij en uiteindelijk is het een hele organisatie geworden. Zo zie je maar, met vereende krachten kom je ergens. In de Vier Gravinnen was er ook aandacht voor elkaar. We zijn hier in de Vier Gravinnen bij Westlede op bezoek bij de inloopochtend, koffieochtend met een lekker taartje. Waarbij de bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Soms zien ze elkaar alleen maar op de gang en nu kunnen ze gezellig met elkaar bijpraten. Er is veel belangstelling, kunt u zien. Er wordt behoorlijk met elkaar ook gepraat en er zit lekker muziekje op de achtergrond. Dus het sfeertje zit er goed in. De Burendag verbindt mensen en niet alleen dat. De Brede School Tiel-Oost presenteerde zichzelf voor de buurt. Vandaag is er een informatiemarkt van de Brede School Tiel-Oost. De bedoeling van die markt is dat wij ons hier presenteren. Dat mensen informatie kunnen halen waar wij als Brede School voor staan. Wat wij willen, wat onze ambitie is. En ook dat mensen ons weten te vinden en leren kennen. De school is wel het middelpunt op dit moment nog. We willen dat in de toekomst wel gaan uitbreiden. Maar de buurt is veel via Mozaïek en andere instanties betrokken bij de Brede School Tiel-Oost. En de buurt bestaat natuurlijk ook voor een groot deel uit ouders van kinderen en grootouders. Mocht u in gesprek willen gaan met de Brede Zorgschool in Tiel-Oost, neem dan contact op met de coördinator van de school. En dat is Maria Rozenboom. Een gezellige bijeenkomst kon u vinden in de Bakkerstraat in Tiel. Wij organiseren elk jaar in het kader van de Burendag organiseren we een marktje. En dan hebben we altijd gratis koffie, thee met een pannenkoek of iets erbij. En dat slaat heel erg aan. En dit wordt georganiseerd vanuit de bewoners die hier wonen. En het is de bedoeling dat gewoon de mensen die... Er wonen hier heel veel ouderen in het complex, dat die naar buiten komen en dat die ook gewoon gezellig mee komen doen. Een bijzondere deelname aan Burendag vond plaats bij de herberg hier in de Ambanstraat. Dit complex biedt huisvesting aan 15 ouderen met een geheugenprobleem. Burendag is ook voor ons belangrijk. Wij maken deel uit van de gemeente Tiel hier. Met onze organisatie Herbergier. We hebben aan de achterkant buren in de particuliere sfeer, waar mensen in hun huizen wonen. En aan de overkant, dat vonden wij heel erg interessant, de gemeente, burgemeesters en wethouders. En om dat toch ook voor onze bewoners wat levendig te maken, hebben we daar contact mee gelegd om te kijken wat we voor Burendag konden betekenen met elkaar. Het leuke daarvan is dat we nu een tegenuitnodiging hebben om volgend jaar op termijn, wanneer dat mogelijk is, bij de buren aan de overkant te gaan kijken. Om het prachtige mooie gebouw daar te zien en kijken wat wethouders zoal de hele dag bezighoudt in dat gebouw. Burendag, een initiatief van het Oranje Fonds, sluit perfect aan bij het jaarthema van de gemeente Tiel, wijk en buurt.
Het geeft aan dat Tiel leeft en bruist. Voilà.